Livestream kijkers, een nieuwe zaterdag, dus een nieuwe video. En jullie zien het al boven mij, we zijn in Capelle aan de IJssel. Graper Automotive. Ja, interessant zaakje, want dit is denk ik wel een van de allerjongste ondernemers die echt in, ja, in mooie luxe auto's doet. En er staat hier wat binnen hoor, kom maar mee. Kijk eens even, Audi, Ferrari en de baas. Hey jongen. Goedemorgen. Dit is Oscar. Ik zei het al, jong baasje nog hè. 27, had ik dat goed? Ja, jong en onbezonnen. Bij 27, ja. Ja, jongen. Hey, maar dit was niet eens je eerste onderneming volgens mij, auto's. Want je bent begonnen met? Telefoons. Telefoons? iPhones repareren. Ik was toen 19 en ik had binnen een half jaar een dikke golf onder mijn kont. En dat werd steeds gekker. En dat eindigde met een? R8. Nou ja, je ziet het. Jongens, gewoon knutsel aan die telefoontjes, dan ja. Komt die R8 vanzelf. Ja, goed, dat is niet helemaal met die telefoons gegaan, maar dat is wel de start geweest voor de auto's. En een petrolhead, want ja, autogek. En dan begin je met een beetje startkapitaal, uiteindelijk zo'n winkel als dit. Ja. Maar dat lijkt me lastig als jong knaapje. Dat is heel lastig, want er zijn weinig branches wat zo kapitaalintensief is als de autobranche. Iedereen die eigenlijk in... Ja, deze tak van sport zit met dit soort mooie auto's, die hebben eigenlijk allemaal een suikeroom. Ja, dat kan wel zo zijn. Ja, toen ik begon had ik dat niet. En op een gegeven moment, ja, je groeit en dan ja, gaat zoiets wel want spelen. Want er staat wel inmiddels even wat. Ik kijk, staat er staat gewoon 8-12 ja. Supervast, Ferraris. Ja. Want ja, je doet eigenlijk ook nog steeds, nou ja, Mercedes'en, dus AMG's, A-klasses, maar ook gewoon dikke S-klasses. De S-klasses, ja zeker. En het is eigenlijk, weet je, ik ben begonnen met 3 golfjes. Ja. En daar blijf ik ook constant bij, dat ik blijf dat mooi vinden. Ik bedoel, er staat dit, er staat een Ferrari, een Lamborghini, alles is er. Alleen als ik een dikke Golf zie, dan vind ik die Golf gewoon een dikke auto. Ja, is ook zo. Dus dat is wel een beetje ja, waar we ook nog op teren. En wat eigenlijk voor mij toch onderdeel is van de core business. Ja. Hey, en ik zie jouw naam nu ook af en toe op Zandvoort, althans op het circuit voorbij komen, racen. Ja. Gewoon serieus. Ja, dat is ook uit de hand gelopen. Zelfs met zijn koninklijke hoogheid, Prins Bernhard. Ja, de openingsrace op het nieuwe Zandvoort, dus de allereerste race, die reed ik samen met hem in de Audi inderdaad. Cool. En dat ging eigenlijk hartstikke goed. Ja. Dus alleen ja, een kleine aanvaring had onze Bernhard, anders hadden we denk ik gewonnen, maar dat was helaas niet gelukt. Altijd weer die prinses die dat zal vertellen. Hey, maar alles is te koop hier, maar je zei het net al, deze ligt jou wel heel naar. Eigenlijk mag je niet weg, hè? Nee, dit is wel een beetje mijn lievelingetje. Want waar staan we hier? De R8, en dan moet ik het goed zeggen, Performance Parts Edition. Juist. Exclusief ding, want hoeveel zijn er gebouwd? 44. 44. Ja. En dat vanaf 2018, 19? 2018 is dat toen geïntroduceerd. En het was eigenlijk een soort van als een final edition voor dit model. Want er is natuurlijk in 2019 een nieuw model van gekomen. Ja. Dus ja, een soort van facelift. Vind ik niet echt meer een mooi ding geworden. Ik vind eigenlijk de oude R8, ja, de oud klinkt een beetje tussen adem, maar zo was die nog echt deze is cool. Meer, heeft net even meer scherpe punten eraan. En ja, gewoon net even meer dat race. Gehalte. En ze zijn altijd Misano Red, ja. De Performance Parts Editions. Ja. En dit is de enige van Nederland, denk ik? De enige originele, ja. En hij staat lekker op semi-slick, zie ik. Ja. En het regent, dus ja, ik durf het bijna niet te vragen. Nee, maar ja. Ik ga toch een rondje. Ja, ja, dat is allemaal goed. Dus het wordt spannend, denk ik. Houden we wel van, bij het zien. Nou, ik ben even benieuwd, als je nou één auto mocht meenemen uit deze snoepwinkel, hè? Eentje. En er staat echt wel heel veel lekkers. Welke zou je meenemen? Nou, schrijf het in de comments, want ik zou het wel weten stiekem. Maar dat laat ik je straks weten. Oh, hij is groen. Ik zie niks aan die verkeerslichten. Een mooie Alcantara hemel, maar dat is ongeveer het enige wat ik zie met mijn lengte. Ja, een tijdje geleden wel weer dat ik in een R8 heb gereden. Ik ben ooit bij de introductie van de R8 V10 geweest. Die was overigens ook in het rood. Dat was in Portugal. En toen zijn we nog het circuit ermee op geweest. En ja, het is wel echt een kanon van een auto. Maar wat me meteen weer opvalt, ik zit zo goed in een R8. Het is eigenlijk... Samen met de 911, zo'n beetje de enige sportauto waar ik met mijn lengte, althans met 2 meter fatsoenlijk in kan zitten. Want kijk eens, gewoon beenruimte, ik kan mijn linkervoet gewoon kwijt. Cameraman zit fatsoenlijk. Fijne auto om in te zitten, zo'n R8. Voor de rest, een Performance Parts Edition. Ja, 1 knopje zit hier aan het stuur met dat vlaggetje. Daarmee kan ik de performance instellingen instellen.
Maar het interieur is ja, saai eigenlijk. Of saai, zoals je verwacht in een R8. Niks bijzonders. En ja, wel een beetje plastic. Alcantara hemeltje, wel prachtig. Heerlijk Alcantara stuur. Maar voor de rest, business as usual. Nou, zullen we deze video dan maar meteen goed beginnen? Tunneltje. Even terugflipperen. Raampje klein beetje open. Ah, je hoort hem wel, maar het zit vooral erachter, denk ik. Hier aan boord is het nog wel te doen. Ah, we beginnen warm te draaien en ja, zelf flipperen, zelf schakelen in deze stand. En ja, het geluid is lekker, is goed. Maar zeker niet, die Akrapovic overstemt echt niet alles. Dus volgens mij ben ik nog prima te verstaan en hoef ik niet te schreeuwen voor de verandering. R8 heeft 610 pk en door de uitlaat. Het is niet dat de Performance Parts Edition extra pk's levert. Maar het is puur de uitlaat, de Acra of de Akrapovic. Nou, zo'n 20 pk erbij. Dus vandaag hebben we 630 pk. Ga daar maar even vanuit. Ja, en vierwielaandrijving. Die hebben we, zo te zien, hard nodig. Oh, het is al donker en grauw. Is het al Sinterklaas? Nou, we gaan gewoon een rijmpje maken. Mensen, wat een weer. Waar blijft dat geabonneer? Want iedere keer zie ik het weer. En dan denk ik weer. Abonneer. Zodat ik volgende keer gewoon naar Spanje of Frankrijk kan. Laatste rijp niet. Nou. Ja, de pk's mogen dan wel hetzelfde zijn. Maar het is met name het onderstel dat sportief is. Wat veel sportiever nog is dan eigenlijk een standaard R8. En hier zo'n drempeltje. En oep, dan merk je wel echt ja, de stugheid van die auto. Je kunt het natuurlijk ook instellen. Maar ja, zo'n performance parts is dan wel extra loei hard afgeveerd. En hier, ja, Nederland, hè, drempels en boep. Dan gaan we vullingen weer. Kijk, ik probeer hem even in drive, maar hij gaat meteen. Woep! Zet hem maar even gauw terug in wet. Jongens, wordt het nog droog vandaag of wat? Ik kan wel op het gas blijven staan. Hè? Ja, ik moet remmen voor een of andere paardentrailer. Maar je kunt gewoon plank gas. Dat vertrouwen geeft die auto gewoon. Ja, oké, vierwielaandrijving, maar de R8 behoort ook gewoon tot de meest sterke sportauto's die er zijn. Hij geeft je gewoon zoveel vertrouwen. Zelfs nu in de regen, zelfs als het gewoon nat is, geeft die auto jou altijd het gevoel van jij bent in controle. En niet dat zeg maar de achterkant zegt van hoppakee, hier gaan we. Je kan Audi gewoon niet anders dan de credits geven, de volle credits voor het maken van deze auto, de 911 uitdager. Ik ben echt nog bij de allereerste introductie geweest toen de R8 met 8-cilinder uitkwam. Die auto is gewoon vanaf dag 1 waanzinnig geweest. Het model klopte, het geluid klopte, de handling klopte. Je had hem toen nog met handbak. Vanaf minuut 1 was ik fan van de R8. Eén probleempje, dat is altijd de prijs geweest. Ze hebben hem altijd gematcht aan de 911, dat snap ik wel qua prestaties, maar ook qua prijs. Ja, dat is altijd wel een beetje zijn tegenstand geweest. En zeker in Nederland met de BPM, waar we nu over praten, toen de 10-cilinder kwam. Ja, toen ging de R8 in één keer van 911 territorium naar 911 turbo territorium. Hoerenkans, Ferrari's 488, ja, voor 2,5-3 ton een Audi R8. Ja, dan wordt het wel een zeldzaamheid. Zeker in Nederland, op Nederlands kenteken. Ja, en dan jankt die 10-cilinder weer en in het rood en oh oh. Ja, power is er eigenlijk elk moment en elk toerenbereik van. Hij gaat wel af. Ja, ook die rem, hè. Je moet er even vol met je gewicht op staan, maar dan geeft hij ook wel echt het vertrouwen. En ja, ik moet zeggen, toen ik ze eronder zag zitten met 20 inch velg, denk ik, ze zijn niet heel groot, maar ze geven wel echt gewoon thuis. Dat is wel lekker, ook in de regen. Ja, we zijn nu zo'n 1,5 uur onderweg en het is eindelijk droog. Ik en de R8 beginnen eindelijk warm te draaien.
Wacht, wacht. Kijk eens even, wat een beep magnet. Zo'n R8 met performance parts. Ja, ik niet, de auto natuurlijk. Kijk, en voordat al die brandstofnaties weer beginnen, heb je geen 98? Nee, ik ben leeg en ik heb geen andere keus. Dus jammer dan. Ja, zo'n 10-cilinder, die kan zich ook maandag melden bij de Jellinek, hè? Wat een zuiplap. Is geen alcoholist, maar een benzinist. Oké, okay, hartslag 200. Hij kan dus dwars. Zet hem even in dry. Ja, het is zo ontzettend glad. Beetje modder erbij en... ja! Ja, die modder staat hem eigenlijk wel goed, hè? Lekker smerig. Net als het kleurtje. Misano rood. Lekkere combi zo. Ja, en al het carbon. Daar herken je de Performance Parts Edition aan. Heel veel carbon. Voor hier, daaronder, zijkant. Maar ja, hier vooral aan de achterkant, hè, moet je kijken. Huge carbon splitter en deze taartschep. Niet te missen met Audi Sport erop. Dat maakt het wel een lekker pakketje. En ja, er zijn heel veel neppers op de markt. Maar dit is er echt één van de originele. Eén van 44. Ja, hij blijft gaan, hè. Hij blijft gaan. 0 tot 100. 3,2 seconden. Dat is gewoon snel. Super snel. En dan maakt het niet uit of het de Performance Parts Edition is of niet. Want het is gewoon hetzelfde blok. Het is gewoon hetzelfde aantal pk's. Ja, die Acra uitlaat. Die brengt vandaag wat meer pk's aan boord. Maar goed, 1550 kilo weegt hij. De cameraman en ik brengen ook weer wat extra kilo's mee vandaag. Hij is gewoon snel. Hij zit gewoon in het territorium van Porsche, Ferrari en zijn broer Lamborghini. Het is allemaal om het even. En als je dan bekijkt qua prijs, ja... Dan zit hij dus ook in datzelfde territorium van Porsche en Lamborghini. Zeker in Nederland met de BPM. 2,5 ton en meer. Dat is echt veel geld voor een Audi. Ja, en dan gaat men toch 9 van de 10 keer voor die exotischere naam. Snap hem wel. Deze R8 is inmiddels 2 jaar oud. En is hij dan in waarde gezakt? Jazeker. Een R8 van 2 jaar oud die zal normaal wel met een 1 beginnen. Maar dit is de Performance Parts Edition. En we hebben het al gezegd, één van 44 stuks wereldwijd en die behoudt zijn waarde wel. Dus grepen ook, de motor vraagt er 240.000 euro voor. Dat is wel een hele bak geld. Ja, hij wil hem ook liever niet kwijt. Hij wil hem gewoon lekker houden, want hij vindt hem zelf veel te leuk. Snap ik goed. Nou, wie zou er winnen? Zo'n strijkijzer of wij vandaag? Zo'n ding heb je toch ook met een Performance Parts Edition, bla bla bla. Nou, ik zou het niet helemaal aandurven met zo'n ding. En we zijn weer terug in Capelle bij Auto Greper. En ja, toch wel heel erg fijn die R8 Performance Parts Edition. Maar misschien zien jullie het al, daar achter in mijn ooghoek staat ook nog iets leuks. Die komt ook nog een keer aan de beurt. Een nieuwe RS6 met een vol Akrapovic eronder. En je hebt nog een kleine bonus voor mij te goed. Kom maar mee naar binnen. Want we hadden nog een kleine cliffhanger. Ja, welke auto zou ik dan meenemen hier uit deze snoepwinkel? Nou, het zal je misschien verbazen, want er staat echt wel heel veel lekkers. Inderdaad, 812, Aventador, AMG, GTR Pro, noem het maar op. Is het misschien de R8 zelf? Nee, het is deze oranje. Jawel, de oudste hier aanwezig. Geldt misschien ook een beetje voor mij, maar de Gallardo Superleggera. Echt een unieke auto, waarom? Er zijn 14.000 Gallardo's gebouwd, maar 619 maar van deze Superleggera. 10 pk extra had hij, dus 530 pk en 100 kilo lichter. Dat is niet eens zo heel spectaculair, maar het is gewoon een unieke auto, want er zijn er gewoon niet zoveel van. En jawel, we gaan er gewoon een keer mee rijden. Nou, dit was de video van deze week. Ik hoop weer dat je hem leuk vond. Like en subscribe. Ja, oké, deze gaat ook nog even aan. De RS6 met Acra. Ja, jij komt nog aan de beurt. Rustig, rustig, rustig. Like en subscribe. En ik zie je gewoon de volgende keer op Driver's Dreams.